allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Het is voor mij een hele leuke video, want het is voor mij weer een samenwerking. En dit keer echt iets heel erg cools, namelijk een samenwerking met Bioré. En ten eerste vind ik dat mega vet, want ik weet niet of jullie Shay Mitchell kennen van Pretty Little Liars. Maar zij is Bioré ambassador en altijd als ik dat zie denk ik, goals, zij zijn zo goals. En nu werd ik dus benaderd voor een samenwerking en echt een hele toffe, want in het teken van de nieuwe Poriestrips die Bioré heeft uitgebracht, gaat uitbrengen in maart geloof ik, nu al zijn ze er, ik weet het niet precies, ik zal het even in de beschrijving zetten. Ten eerste, jullie weten dat ik heel erg fan ben van de Bioré strips, omdat ik echt, in weekvlog zien jullie me heel vaak met een strip op mijn neus lopen en dat zijn vaak gewoon de saaie witte. En nu hebben ze strips met een panterprintje, cheetahprintje, mega leuk, mega leuk. En nu komt het leukste, want wat houdt deze video nou in? Ze hebben mij uitgedaagd om naar Safari Park Beekse Bergen te gaan. En met een neusstrip op mijn neus een selfie te gaan maken met een matching animal. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Laat even weten nu in de reacties of je denkt dat het gaat lukken. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Misschien heb je het al in de thumbnail gezien, maar misschien is dat al Photoshop of zo. Ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd. Ik weet echt niet of het gaat lukken. Volgens mij zitten we in de auto. Het is nu bijna 11 uur. Rup en ik gaan er zo naartoe. Het regent, maar ik heb er wel echt enorm veel zin in. Dus doe je duimpje omhoog voor deze challenge. En ja, let's go. Voedsel. Daar ben jij. Ik ben eigenlijk nooit weg geweest. Als een schaduw volg je mij. Oké, we gaan beginnen met onze eigen autotour. En je kunt dus echt alles doen wat je maar wil. En we beginnen met de auto, die duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. En daarna kunnen we nog wandelen, we kunnen nog de boot. Kijk, hier kan ik dus echt geen selfie mee nemen. Dat is de challenge, hè? Ik moet dus een selfie nemen. Jeetje. Wow. Kijk, hoe ik heb nog nooit zo dichtbij zo'n ding gezien. Gaat hè? Kijk, ze luieren. Te lekker leven hebben ze hier. Oké, met deze zou ik nu bijna een selfie kunnen maken, maar is dit een cheetah print? Nope. It's a zebra. Wow, dit lijkt net wel nep nu. Ja. Heb je ooit zo dichtbij een zebra nee, gezien? Nee, nog nooit. Kijk hier dan. Wow. Echt ronde billen. Kijk, hij gaat krabben. Kijk of wat hij gaat doen als we dichtbij komen. Oh, is dat een poes? Qua gedrag. Maar zebra's zien er van dichtbij echt anders uit dan uit de verte. Je ziet nu pas hoe bijzonder hun streep eigenlijk zijn en hoe gezicht. Kijk dan. Hey. Niet natuurlijk gewoon gewend dat er allemaal auto's langs komen. Ja, maar ze hebben liever auto's dan mensen, hè? Maar deze hebben we dus niet nodig voor de selfie. Oké, we zijn nu bij de jachtluipaarden. We hebben ze nog niet gezien, maar ik zeg tegen Rup, ik moet nu mijn neusstrip gaan opdoen. Want voor hetzelfde geld komt er nu een moment dat ik een selfie ga maken. Dus ik pak nu mijn strips. Maar ik vind het ook vet zonde om ze allemaal te moeten gaan gebruiken, want ze zijn zo goed. Ik wil ze niet allemaal opmaken. Oké. Loslopende jachtluipaarden. Dat is wel moeilijk, want ik heb nu een beetje make-up op. Deze lopen ze echt los. Stay in your car staat er ook echt, dus ik ga nooit hier een selfie kunnen maken. Oh, ze zijn echt super leuk. Ik heb dus en niet mijn neus echt gestoken met warm water en ik heb een beetje make-up op. Dus het zal het effect van nu niet zo goed zijn als normaal. Want normaal, deze strips halen zoveel vuil uit je neus, echt. Daarna haalt hij alles in. Oké. Okay. Maar je dacht, misschien wil jij op de foto met die ding of niet? Die poster of niet? Dan kan ik doorrijden anders. Nee, niet met die poster. Oh, dan rijd ik gewoon door. Het staat vet leuk. Oké, okay. Nou, mijn neusstrip zit. Ja, want je dat gezien? Panterstijl. Nee, nog niet. Heeft die koe zulke hoorns? Ik kan echt niet wachten om een selfie te maken. Ik hoop echt dat het gaat lukken, anders is de challenge niet gelukt. Dat is helemaal neergedrukt. Ik zie geen cheetahs nog. Ik ook niet. Dit gaat dus nooit lukken. Er ligt er hier achter eentje. Ik heb ook tegenlicht. Nee, het ligt hier. Nee, je ziet hem echt niet. Je beseft niet dat het echt een roofdier is, maar het is echt een roofdier. Ja, het lukt niet. Waar is hij nou? Nee, dat kan echt niet. Nee, maar daarom gaan ze iets naar achter rijden. Een stukje? Ik denk dat er daar nog meer zijn, want daar stopt iedereen. Ja, ik hoop het. Hij is toch daar? Kijk! Kijk hoe lief! Met deze schattige baby wil ik op de foto. Maar hoe dan? Ja, maar kijk even met je hoofd hierheen. Het is echt geen gezicht. Doe je haar dus weg aan de zijkant. Het hoeft niet lelijk te zijn, maar mooi te zijn. Dit is de beste selfie die ik krijg. Jeetje. Ik heb nu wel wat hoor. Goeie. Kijk deze, deze is zo schattig. Best mooi, hè? Eigenlijk moet Bioré meer printjes uitbrengen, dat je kunt kiezen welk dier je wil. Echt, ik weet niet hoe het straks gaat zijn met het wandelen, hoe de dieren daar zitten, maar hier... Ik zeg al tegen Ruben, dit is zo fijn, want ze zitten hier helemaal vrij, dus niet in een kooi. Maar het is ook weer
weet je, ze hebben ook, dat zegt Ruben, ze hebben elke dag eten. Ze worden hier niet opgegeten, want ze zitten gewoon afgezonderd van elkaar. Daarom heb je die rozers in de weg. Dus dit is gewoon het beste leven, denk ik. Wat je, nou ja, van nature moeten ze natuurlijk eigenlijk wel vechten misschien of zo en overleven. Maar ik denk dat ze het hier wel lekker vinden. De strip is al best wel hard eigenlijk. Ook kunnen ja, normaal enige, afhalen nu, maar ik laat hem nog even zitten. De enige reden waarom ook dieren ook lopen en trekken door gebieden in spuur dat ze achter eten drinken aan. Ja, overleven. Anders blijven ze gewoon echt op hun kont zitten. Hoi Johan, zit je lekker te knobbelen op je kaarsstengel? Kijk zijn oog! Hij is zo dichtbij. Ruben, doe je raam dicht. Ik kan er niet meer doorheen. We kunnen niet weg. Ik kan er niet weg. Oh mijn god, dit weten ze. Ze hebben ons geblokkeerd expres. Ja, dit weten ze. Uh-oh. Oh nee, ze gaan de ruiten weer smollen. Oh, dat vind ik helemaal niet. Oh, we worden omsingeld. Ja, ik weet het. Oh. Weet je, dat ik het helemaal... Ze gaan vechten hier. Oh nee. Oh my god. Dit vind ik een beetje eng. Ze gaan alles kapot maken hier. Wat moeten we nu doen? Er zitten ook mensen achter ons. Die zitten helemaal te lachen. Oh, hij komt daar. Oh. Ruben, dit is op eigen... Gaan we nu dood? Oh, ik vind het niet zo leuk. Ruben, ik vind het niet zo leuk. Ja, misschien moeten we ze bang maken door gewoon te rijden nu. Ja, maar Twitter is ook niet leuk. Oh, maar... Hé, hey, niet meer vignet. Die is 40 euro. Oh, dus, oké, ze gaan weer weg. Ze mogen ons niet zo. Ik denk maar dat ik een cheetah ben in plaats van... Ze sloot ons echt in, hè. Gewoon een beetje hoe eng maar die dat mensen is. Achter ons vonden het echt geweldig. Die waren helemaal aan het lachen. Helaas is mijn doel niet om met jullie iets te maken. Zijn wenkbrauwen is wel een fliek. Oké, mijn schip begint echt te trekken nu, dus ik ga er even afhalen. Dan ga ik straks in het park nog kijken of ik daar ook nog een selfie kan maken met de cheetah. Oeh. Huh? Ondanks mijn make-up is er nog vet veel uitgekomen. Wow, wat ga je met dit? Deze strip zijn... Moet je heel even kijken, Ruben, hoeveel er hier uitkomt. Even kijken hoeveel. Gadver. Zie je al die stipjes? Ja. Zelfs door mijn make-up heen. Eeuw, kijk op de linkerkant van die vlog. Ik kan niet zien, kut zien. Oh, het voelt zo lekker. Nasty. Oké, Ruben die vindt het zo interessant dat er zoveel vel uitkomt dat hij het nu ook wil. Hier. Hoe werkt dit? Je moet het met... ik weet eigenlijk niet of ik nog even moet vertellen hoe het echt moet. Doe maar. Haal maar, maar openmaken. Voel heel even. Dit is echt... Het voel is? Maar gewoon eerlijk. Voel je hoe glad het is of niet? Normaal voel je allemaal puntjes. Maar ik ben sowieso echt wel jagenpennetje. Hoe werkt het, vroeg je? Er staat dus dit. Het uitknijpen van mee-eters is slecht voor je huid. Oh, ik doe dat dus best wel vaak. En dan? Oh, nu heb je water nodig. Wacht even. Waarom zou je het probleem erger maken als het zo makkelijk is om je huid optimaal te reinigen? Het werkt als een magneet op vuil, vet en mee-eters, zodat je huid optimaal gereinigd wordt. Het is misschien vies, maar het geeft gek genoeg ook een opgeruimd gevoel. Dat dus. Ik voel echt helemaal, als je het meer kent, weet je precies wat ik bedoel. Je voelt dat het eruit getrokken is. In slechts 10 minuten wordt het wekelijks opgebouwde vuil verwijderd. Wekelijks gebruik vermindert het aantal verstopte poriën en het ontstaan van nieuwe verstoppingen. Kijk, normaal doe ik het dus met... Ik plak dus niet op een droge huid. Het is zacht, hè? Oh, er zit er echt iemand achter ons. We kunnen ons gewoon inhalen. Dus je moet nu je neus gaan afmaken. En niet de strip nat maken, echt alleen je neus. En dan echt goed, ik plak de strip wel bij je op. En je moet het er dus afhalen als het voelt als papier-mâché. Oké. Oh, je hebt echt een perfecte neus. Even zelf goed doen nu. Voel even dat hij goed zit. Dat hij overal helemaal op je huid zit. Echt goed aandrukken. Geen lucht ertussen, maar zit hier soms nog wel eens lucht. Maar je hebt een heel ander neusje dan ik. Moet je nu hier geen... Plakt hij overal goed? Ja, maar ik bedoel meer van, moet je nu niet nat maken? Nee, maar ik zie hier nog een beetje dat je te weinig water hebt hier. Je moet echt eronder, moet het water. Goed zo hier die kuiltjes volgen, de contouren van je neus. Jouw neus is echt vet goed. Ik ben zo benieuwd wat er bij Ruben uit gaat komen. Het kan dat het heel vies is, hè? Sommige mannen, zie je wel zo'n filmpjes? Helemaal geel. Maar het is heel verslavend hoor, want ja. Zodra het er weer in zit, wil je het er echt weer uit hebben. Ik voel me echt lekker nu. Ik hoef ook geen make-up op. Ik ben benieuwd hoe je het vindt. Is dit je eerste keer met een strip? Nee. Jawel. Wel. Oh. Kijk, ik kom naar deze kant op. Ik heb een strip niet meer op, maar Ruben wel. En toen zei hij ineens... Iedereen is bang voor zijn auto, ja. Het is niet alleen cheetah. Giraffen hebben ook deze print. Ja, maar dit is wel echt een luipaardprint hoor, dit. Ja, maar dit lijkt er ook wel heel erg op. Dus nu wordt het doel dat Ruben ook een selfie gaat kunnen maken. Zebra's weer. Baby's. Lieve veulens. Met Bobby. Mooi. Oh, zijn ze hij eet aan de antenne. Oh, hij breekt de antenne. Oh, waarom rijdt hij dan niet gewoon door? Hij vindt het gewoon leuk. Ja, kijk, als ik dit doe, dat hij met zijn tong erheen gaat. Dat is heel smart. Dit doet dicht. Het is een enorme lange tong. Ruben, jij gaat je selfie krijgen met de giraf. Hallo! Jeetje, dat is een groot dier.
Komen ze allemaal naar ons? Dat wij een hele oude auto hebben. Blijf eng vinden. Zijn ze nog steeds heel schattig? Vind je het eng? Ja, ik vind het heel spannend. Maar er kan nog niks gebeuren, hè? Als jij het eng vindt, ben ik al... Kijk hoe lief die zebra's zijn. Ja, lief, hè? Kijk, kijk, kijk die antenne! Oh, oh, al die antennes gaan eraan. Oh, hebben we ook een antenne? Nee. Heb ik eraan gehaald. Oh, nu niet op de auto staan, alsjeblieft. Op de auto staan? Hé, dat is weer mijn vignet. Eeuw! Hij ligt in de auto! Vieserik! Wow, groot! Oh, draai je hoofd. Wat was dat? Draai je hoofd. Is hij de auto aan het likken? Denk het. Hij gaat op de auto staan. Hij gaat die knakken. Oh, kijk, die andere ook daarachter. Ik vind het echt hilarisch. Er gebeurt niks, joh. Schat, als hij terugloopt, dan breekt hij zo de spiegel. Oh, maar als je nu even lacht, heb je een selfie. Doe je duim omhoog. Help. Wat ben je aan het doen, vriend? Oh nee, nu komen er meer. Niet op de auto staan, please. Denk je dat ze dat doen? En dan stort hij dan in de auto? Nee, 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 niet eten. Niet meer ruitenwissers. Waarom ben je zo bang? Schat, ze kunnen wel echt dingen kapot maken. Niet ruitenwissers eten. Maar wat is jij aan het doen op het dak? Hoor je dit geluid? Hij is aan het ruften of zo. Maar hoor je dit geluid, jongens? Hij is iets aan het likken of zo. Wat ligt op onze auto? Poep. Ja, of poep. Of blaadjes. Het is gewoon lekker zout. Oh, kijk, dit is top! Ruben vindt het niet leuk, maar ik vind het echt heel leuk. Nu kunnen we eindelijk rijden, maar nu staat er dus hierheen. Oh. Rijden. Ja, hij gaat nu voor ons weg, hoop ik. We moeten vanaf de zijkant, ja. En dan heel rustig. Hoe langzamer, hoe meer je bijtrekt. Oh, strak. Ja, je ziet het. Eww. Ja, nu kun je het ook weer een beetje zien. Het is echt heel nasty. Alsjeblieft. Ik hoef hem niet. Het is echt heel smerig. Interessant, hè? Bij mezelf vind ik dat heel leuk om te zien. En bij een ander vind ik het een beetje goor. Uiteindelijk vindt elke man het ook leuk. Kijk, we hebben er weer ingespoeld, maar... De selfie van net was beter. Maar nu zie je ze niet zo goed. Maar de missie is eigenlijk al geslaagd van de selfie van ons allebei. Maar nu is het echt heel leuk wel hier in het park. Echt super leuk. We lazen dus dat de laatste boot tot om 3 uur ging. We zijn echt bijna letterlijk gerend door het park om bij de boot te komen. En hij is vol. En dat was de laatste boot, dus we kunnen helaas niet op de boot. Echt super stom. Maar ja. Missie is wel geslaagd, hè, Ruud? Toch? Wanneer je vriend patat haalt en je het niet echt kunt weerstaan. Kijk even hoe we hier zitten in de zon. Aflevering van het klokhuis. Vandaag zijn we op de geitenboerderij. Kom maar even mee. Deze is niet ontwikkeld. Wauw. Waar is het schattige bruin? Is dat deze? Ja, dat is die dikke. Lina, moet je handjes tegen elkaar aan de band. Die andere gaat op je springen, hoor. Wat is niet echt een jaar geleden, wacht. Deze bit is best wel Ja, die sprong tegen me aan. Deze vind ik lief. Oh, doe nog eens. Hier kan ik echt een uur naar kijken. Kijk die aapjes daar die aan het vechten zijn. Ze tillen elkaar op het... Ze gooien een ander op hun rug en gooien hem op de grond. Kijk hoe echt het hier lijkt. Als je nu dit even wegdenkt, zo hier, dan lijkt het net echt. Net nu ik mijn strip niet meer op heb. Het is wel weer helemaal daar, meen je niet? Konden we echt een perfecte selfie maken. Hij stond echt hier, maar ik heb mijn strip niet op en ik was te laat. Ja, daar is hij. Hij is een beetje aan het uitslopen volgens mij. Waar is je dan? Nu. Nou, inmiddels zijn wij weer thuis en hier ga ik de video afsluiten met mijn panterscheltje. Ik hoop dat jullie de video net zo leuk vonden als ik. Wij hebben echt een super leuke dag gehad. Heel erg leuk. Ik vind het echt een super tof concept, zeg maar heel leuk bedacht om op deze manier ja, een product onder aandacht te brengen. Want het gaat natuurlijk om de Biorace strips die nu limited edition zijn en echt mega leuk. Dus go get them, zou ik zeggen. En ik heb echt heel erg veel plezier gehad en de missie is zeker wel geslaagd. Dus ik moet even een neusstripje gaan photoshoppen op die laatste foto, want dan had ik dus geen neusstrip op. Dus ik hoop dat dat goed komt. Heel erg bedankt voor het kijken. Als je de video leuk vond, doe even je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je meer van mij wil zien. En dan zie ik jullie weer in een nieuwe video. Doei!